Bronte Sommaharjo blijft minister van Binnenlandse Zaken. Dit bevestigde vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag tegenover journalisten voor aanvang van de vergadering van de ministerraad. Recentelijk zijn er berichten in de media verschenen over een mogelijke reshuffling van ministers, waarbij de naam van Sommaharjo is genoemd. De BISA-minister is in verband gebracht met misstanden op zijn departement. Brunswijk wilde niet vertellen als er alsnog een reshuffling in de planning staat van andere ministers. Ja, ja, hij is nog steeds de minister. Dat is zo toch? Als er een verandering komt, dan ga je dat horen. Nee, in ieder geval wat betreft die aantekeningen, al die dingen, wat gezegd is, dat iemand van de bond stukken heeft gebracht naar de president en een brief heeft geschreven naar de president. Daarvoor gaat de president straks een bericht over maken. In een persschrijven van het kabinet van de president wordt bevestigd dat er een onderzoek is ingesteld door de Lands Accountants Dienst KLAT op voorstel van Sommaharjo. De minister heeft aangegeven dat hij voor de periode van het onderzoek verlof opneemt. Voor het onderzoek zijn inmiddels door tussenkomst van de minister van Financiën en Planning Stanley Ragubashi documenten overhandigd aan KLAT, waarbij een dringend beroep is gedaan om de onderzoeksresultaten op korte termijn aan de president te presenteren.